Ik zal iets vertellen over mijn eigen huis, wat we vrij recent hebben gebouwd. Mijn vrouw en ik. Wij woonden voorheen bijna 20 jaar. De broer van... Ik hoor jou, Paul. Ja, vertelt over het huis toe. Oh, ik hoor jou nog. Ik moet even iemand muten. Ja. Ja, je kan. Oké. Okay. Wij woonden in de Heivelden, in een hele fijne woning. Maar dat bleek uiteindelijk veel te groot voor ons. Ik had gehoopt op kinderen en ik had aan mijn kantoor. Maar de kantoor is inmiddels verhuisd. De kinderen die kwamen niet helaas. En ik zeg, nou, dan gaan we het anders doen. Nou is het huis nog steeds, het nieuwe huis nog steeds vrij groot. Maar we hebben het wel gebouwd op een manier waarvan ik hoop dat het veel navolging zal krijgen. Het zijn allemaal moeilijke woorden. Circulair, biobased, energieleverend en natuurinclusief. Dat is eigenlijk wat wij met het bedrijf waar ik werk, Architect in Best, ook veel doen. Waar we het vandaag met name over hebben gehad, dat zie je hierboven, dat is energie. Maar wij kijken ook naar al die andere zaken die je hier omheen ziet. Het materiaal dat we gebruiken, dat het van goede afkomst is. Dat kan circulair hergebruikt materiaal zijn, maar wij proberen te streven naar natuurlijke materialen. Nou, sommige mensen hebben al horen vertellen over mobiliteit, elektrische auto's. Zijn die denkbaar als opslagmedium voor je woning, maar ook proberen fiets te stimuleren. Ontwerp is heel belangrijk. Er wordt vaak over zonnepanelen gesproken, dat het lelijk is. Nou, het moet goed geïntegreerd. Wij denken erg na, we ontwikkelen ze ook mee, nieuwe zonnecellen in kleuren met structuur. Je moet zorgen dat als het allemaal goed geïntegreerd in elkaar zit, ja, dan zie je niet eens dat er zonnepanelen zijn toegepast. Nou, en water en flora en fauna, daar heeft natuurlijk de laatste jaren heeft het veel over gegaan. De droogte en het verlies van biodiversiteit. Het meest belangrijke is eigenlijk nog, dat merken we nu met corona, hè, hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat de voorzieningen zijn. We hebben het Centrum van Best mogen ontwerpen. En dan zie je eigenlijk als je goede voorzieningen maakt in een openbare ruimte, dat het ook in leven brengt dat mensen samen allerlei zaken gaan doen. Dat is eigenlijk in het kort wat we doen. Als ik nou naar onze eigen woning kijk, dan heb ik het natuurlijk met mijn echtgenote gehad over slaapkamers en de badkamer en noem het op. Maar we hebben eigenlijk gezegd, we gaan maximaal CO2 oogsten, zonne-energie oogsten en biodiversiteit oogsten. En het stuk mooi is dat van tevoren gezegd, maar als je alles langs deze meetlat legt, dan maakt het werk een stuk handiger. Nou, er is natuurlijk een noodzaak, het is de grafiek. Het is niet corona overigens, hij lijkt er wel heel veel op. Misschien heeft het ook wel verband. Dit is al een plaatje wat we al 2 jaar gebruiken, maar dit is eigenlijk de ontwikkeling van CO2 door de tijd. Hij klopt niet precies. Collega's van Best Duurzaam die wezen me er heel terecht op. Dat die kromme net iets anders liep. Het is een schematische weergave. Wat we eigenlijk zien is als we nog... we zijn uur voorbij overigens. Dat is het moment dat het eigenlijk nog aanvaardbaar is, maar je merkt het ijs aan het smelten. Dus het gaat meer over nut en noodzaak. De bouw staat voor een enorme opgave. Wij moeten binnen nu en een jaar of 10, 12 ongeveer 1 miljoen woningen bouwen in Nederland. Dat kan ik u vertellen dat dat een helve job is. Dat kan eigenlijk alleen als we huizen in de fabriek gaan maken. En dat ze zoals een auto ook uit de fabriek komen. Dat maakt ook dat we samen met een viertal woningcorporaties een volledig circulaire woning hebben ontwikkeld. Die compleet in de woning in de fabriek gemaakt wordt. Dus ook echt compleet per verdieping. Alles zit erin, erop en eraan. Die wordt in een halve dag geplaatst. Mijn woning is daar eigenlijk een voorloper van. Mijn is eigenlijk onze woning. Het is natuurlijk ook mijn echtgenoot. Dus je ziet, dan gaan we of grijs bouwen, wat je hierboven ziet. Of gaan we groen bouwen. En mijn vorige spreker, overigens ontzettend veel waardering wat je zei, Niels. Want je hebt echt fantastisch gedaan. Ik zou willen dat iedereen het zo gaat doen. Maar het werd bijvoorbeeld aangehaald kunststofkozijnen of houtkozijnen. Ik denk dat we echt moeten gaan stoppen met de twijfel over wel of niet een houten kozijn. Ik schreef in de... noem je het net in de chat, dat Vinti hout goed toepasbaar is. Een goed isolerende houtsoort. Prima toepasbaar met trippelhout. We hebben onder ons ook een hele goede aannemer. Die kan prima bouwen met houten kozijnen. Doet ook niks liever. Het moet eigenlijk af van aluminium, staal. En natuurlijk passen wij het ook nog wel ooit toe. En het is onderhoudsvriendelijk, er allemaal mee eens. Maar alles wat onderhoudsvriendelijk is, krijgt geen aandacht. Dus ziet het er na verloop van tijd niet meer uit. Of je was het wel en dan heeft het nog steeds heel veel aandacht nodig. Dus. Nou, fijn over onze woning. Circulair, hij is helemaal in de fabriek van tevoren gemaakt en hij is losmaakbaar, de woning. Ik zeg hij, misschien is het wel een zij. Platter nog, hij kan, als je het wil, kan hij zo in de natuur geslingerd worden. Niet helemaal met alle onderdelen moet ik zeggen. Ik denk dat we 95% natuurlijke materialen gebruikt hebben.
Daar laat ik zoiets van zien, hè, de natuurlijke materiaal. Hij is energieleverend geworden. Het is gelukkig nu, ja, gelukkig. Door corona dekken wij er 2 elektrische auto's mee. Dat komt omdat we wat minder rijden. Ik had gerekend aan 1 huisverbruik en 1 elektrische auto. En nu dek ik er 2 mee, omdat we minder rijden. En natuurinclusiviteit heeft veel aandacht gehad. Nou, dan maak je een ontwerptekening. Dat is wat we vaak doen. Het is een nagenoeg passief huis. En wat is een passief huis? Het is eigenlijk een huis wat uit zichzelf al weinig energie vraagt. Dus zonder hulpverwarming. Die zit er overigens wel in. Maar met een heel kleine energievraag leven wij in dit huis. En dat komt eigenlijk omdat we aan de achtergevel, die zit op het zuidwesten, een behoorlijke pui hebben. Dan zul je zeggen, ja, maar dat komt in de, zie je uiteindelijk hier in de rechtsboven, zie je hem ook nog een keer. Er komt in de zomer toch veel te veel warmte binnen, ja, dat klopt, maar daar hebben we een volautomatische zonnescherm voor. Dus de zon die wordt geweerd als het echt te warm is. En anders laten we hem lekker binnenkomen en hebben we de warmte van de zon. Nou, dit zijn de werktekeningen van de houtskeletbouwer. Wonderbaarlijk genoeg komt hij uit Zuid-Brabant. Terwijl die houtindustrie echt een dingetje is van Oost- en Noord-Nederland. Dus als je in Drenthe, Overijssel, de Achterhoek, in die kant gaat kijken, Groningen, Friesland, daar zitten veel houtskeletbouwers. In Brabant niet echt. Dat begint nu echt een vlucht te krijgen. Vanuit de provincie werken we samen dat er veel bomen geplant gaan worden. En dan praten we over onze eigen kandidas, de populieren. Om van dat materiaal in de toekomst weer bouwmateriaal te maken. Zoals jullie waarschijnlijk weten is hoe een boom groeit. Dat doet hij door fotosynthese. Daar gebruikt hij CO2 voor. Dus door middel van fotosynthese verdwijnt de C in de boom. En de O2 die verdwijnt in de lucht. Die ademen wij in. Dus door het gebruik van natuurlijke materialen zorgen we er eigenlijk voor dat CO2 wordt opgeslagen in de bouwmaterialen van de toekomst. Dus dat is voor mij een pleidooi om werk alsjeblieft met natuurlijke materialen. En ja, dat gaat van ons wat meer onderhoud vragen. Het is helemaal niet zo erg dat we ergens wat aandacht aan geven. We zullen ook zien als je ergens aandacht aan geeft, dat je er zelf ook veel voldoening aan hebt. Wat je ziet is de productietekening in de plattegrond. Wat eigenlijk leuker is dan ingezoomd. Ik laat dit element zien, wat je hier in de plattegrond ziet. En hier zie je het in het bovenaanzicht en in het zijaanzicht. De elektraleidingen, alles zit in het element. De elementen zijn 30 centimeter dik, dus daar zit daadwerkelijk 30 centimeter houtvezelisolatie in. En dan komt er nog een optopping aan de buitenzijde van 4 centimeter, die is waterkerend. En die is ook van houtvezel, dus van harde geperste plaat. Dus daar zit 34 centimeter isolatie in het paneel. Je ziet hem hier liggen, in het groot. Dus het deel wat wit is, dat is binnen. Wat je hierboven ziet, dat is het deel wat aan de buitenkant zit, boven het platte dak. En hier een stukje verderop zie je het andere deel liggen, daar is hier nog hol. Dus dat deel wat hierboven zit, dat moet hier langskomen. Het materiaal wat je hier en daar ziet liggen, dat zie je ook hier wat groter. Dit is houtvezel. En eigenlijk kennen we dat van de vroegere, kan ik even niet op de naam komen, maar de plafonnetjes in die oude huizen, zeg maar, die platen die eruit trok, dat is helemaal kapot vielen, zeg maar. Ik kan er toch even niet op komen. In ieder geval, maar dit is de wat slappere variant, buigzame. Je ziet, deze is 14 centimeter. Kijk maar eens als je gaat isoleren. Gebruik alsjeblieft dit soort materialen. Ik leg het zo wel uit. Maar hij is 14 centimeter en we hebben panelen van 16 centimeter dik. Ze hebben geen panelen van 15 centimeter, want dan zet je 2 keer 15. Dus we hebben 14 en 16 op elkaar hierin aangebracht. En waarom zeg ik, mocht je je dak gaan isoleren, doe het met dit soort materiaal. Dit is ademend materiaal. Als je peer-peer of al die andere ellende gebruikt, zeg maar. Dat zijn luchtdichte isolatiematerialen. Die ertoe leiden dat als je dat tegen je dakbeschot aanzet, dat je inwendige condensatie in je constructie krijgt. Waardoor je later rottingsverschijnselen krijgt. Of je gaat het ventileren. Hè, maar als je die ruimte gaat ventileren, dan voeg je ook weer koude toe. Dus lucht van buiten. Dus pleidooi voor, gebruik alsjeblieft natuurlijke materialen. Het kan met houtvezel, het kan met hennep. Vlas is inmiddels veel gebruikt. Isovlas komt hier uit Brabant. En hennep kan ook. Dan kun je zeggen, ja, komt ook uit Brabant, maar dat is een andere hennep. Maar wij gebruiken inmiddels bij ons bouwproject ontzettend veel isolatiemateriaal van hennep. Nou, hier zie je het hele pakket klaarstaan. Zelfs hier de goot geprefabriceerd. Dus dit is eigenlijk het bouwpakketje voor ons huis. Gaat het op een trailer, nou, die niet uitgebouwd worden. Ook de spanten, die zijn niet van staal, maar die zijn van hout. Ook daar veel CO2-opslag. En zo'n normale stalen spant wordt snel geplaatst met deze 2 spanten, die stonden in een half uur. Zo perfect is dat materiaal gefreesd.
De houtskeletbouwer die belde mij zondagochtends. Omdat zondagsnachts hadden de robots de spanten gefreesd. Ja, ze allemaal 3D in de computer getekend, zeg maar. En de spanten passen echt op de halve millimeter. Er zit aan de buitenzijde een folie op. Die is speciaal voor als je zonnepanelen toepast. Oorspronkelijke plan was dat het de voorgevel, het dak en de achtergevel van hele kleine nieuwe zonnepaneeltjes zou zijn voorzien. En dat is niet gelukt door corona. Dus ik laat je zo al een foto zien waar we bijna klaar zijn met het huis. Daar wonen we er ook al in. Maar doordat corona kwam, zeg maar, lagen de zonnepanelenfabrieken stil in China. Een week of 4, 5. En die gingen opstarten en die moesten eerst hun productie helemaal draaien. Dus ze zeiden, ja sorry, maar die kleine productie. Dan zou ik ze ongeveer komende januari hebben gehad. Ik zeg, ja, ik laat mijn huis niet zo lang onbeschermd. Dus heb ik een andere sprong gemaakt. Die laat ik jullie zo zien. Hier wat materialen van de buitengevel. Ik heb metselwerk, ik moest van de gemeente buitenmetselwerk toepassen. Een beeldkwaliteitplan. Ik zeg, ja, dat wil ik niet. Ik wil hout, hè, wat je hier rechts ziet. Ja, sorry, maar dat moet. Ik zeg, nou, dan rij ik naar de dichtstbijzijnde steenfabriek. En die hebben restpartijen staan. Partijtjes die over zijn of wat. En dat ging me niet om het geld, maar het ging me om het feit dat er restpartijen waren. Bij een steenfabriek, als die stenen over hebben, uiteindelijk verdwijnen die, worden ze vermalen en verdwijnen ze onder de snelweg. Ik zei, nou, dat wil ik niet, maar alsjeblieft, ik wil ze graag gebruiken. En toen vertelden ze me dat de klei uit een natuurherstelproject kwam, in de Nieuwe Maas. Dus dat is ook naar dichtbij, dus de klei komt van dichtbij, de stenen zijn dichtbij gebakken. Het waren restpartijen. Nou, toen dacht ik, nou, ik staak mijn strijd. Maar ik wil ze wel op een bijzondere manier toepassen, dat zie je. Hè? Het is een golvend patroon met metselwerk, speciekragen, die gaan groen worden. Daar komen algen op, daar komen insecten op af. We hebben speciale stenen, die heb ik wel speciaal laten bakken. Er zitten gaatjes in, dus daar komen insecten in. En die doen zich te goed aan al het lekkers wat er hier op die gevel gebeurt. Zeggen mensen, je bent helemaal gek, dan wordt die muur groen. Ik zeg, ja, dat is nou precies wat de bedoeling is. Dit gaat over energie, dus die we oorspronkelijk bedacht hadden. Het is misschien wel interessant om een keer te zien. Niels die haalde net ook al aan zonnepanelen op het noorden. Dat kan prima. Dit is een grafiek die gaat over de efficiëntie van een zonnepaneel. Dus in de verticale omhoog, dit is 100% en naar beneden naar 0%. En dus hoe goed doet je het? En wat je hier rechts ziet is het de hellingshoek op je dak. Dus 0 is plat dak en 90 is verticaal tegen gevel. We hebben 4 oriëntaties. Nou, de meest gebruikte is natuurlijk op zuid. Dan zie je dat je 35, 40 graden bijna 100% efficiëntie hebt op een zonnepaneel. Ook prima op een zuidgevel, verticaal tegen de gevel. Wat je ook ziet is oost-west, dat je daar prima je zonnepanelen kunt leggen. Dat heeft absoluut mijn voorkeur. Je ziet ook dat het bijna net zo goed is. We kijken nu, we kunnen 100% salderen, dat zal eraf gaan. En ik denk, Niels die gaf er al een voorschot op, dat de prijzen voor energie zullen gaan fluctueren gedurende de dag. Als er veel is, dan zal de prijs laag zijn. Als er weinig is, dan zal de prijs hoog zijn. Ik denk dat wij energie primair 's avonds, 's nachts en 's ochtends gebruiken. Dus in de tijd dat de zon aan de oost- en de westkant is. Dus ik kan me voorstellen dat energie op oost en west opgewekt in de toekomst. Weliswaar dat je zonnepaneel iets minder opbrengt. Maar dat de opbrengst in geldelijke zin beter zal zijn. Dus dit soort grafieken die helpen. En zelfs op het noorden zie je eigenlijk dat een dak onder 35, 40 graden ja, eigenlijk nog best wel een goed rendement heeft. Ik vergelijk het altijd met mijn punten op school vroeger. Ik kon best goed leren, maar ik had ook vakken die me gewoon niet interesseerden of waar ik echt niet zo goed in was. Statistiek bijvoorbeeld. Was ik blij met een 5,5, dat is afgerond een 6, zeg maar. Dus dan zeg ik, nou, dat is mijn zonnepaneeltje op het noorden. Maar die vakken ontwerpleer en wiskunde, natuurkunde, zeg maar, die zitten maar absoluut in dit spectrum. Dus denk voor uzelf hoe goed u was. En of we altijd naar terugverdientijd en hoge rendementen moeten streven. Nou, hier ziet u zonnepanelen liggen. Omdat ze op het, en hier zie je ook nog het huis in de verwachting dat daar op de verticale stukken zonnepanelen kwamen. Dak had ik inmiddels belegd. Dit zijn Sunpower panelen, zijn Amerikaanse hoogrendementpanelen. 400 watt piek een jaar geleden. Die zijn inmiddels ook weer beter. Dus per vierkante meter haal ik meer elektriciteit uit een vierkante meter. Daar dek ik dus 2 auto's mee. Dit is mijn oplader. Ja, dus omdat ik ook kijk naar hoe mooi mag het zijn, heb ik gezegd, nou ik hang dat ding, die kast liever binnen neer. Die hoef ik niet te zien. Ik hang alleen maar het touwtje buiten. En inderdaad, die hoef ik niet in te stekken of wat. De elektricien die had hem opgehangen. En ik dacht nog een RWS beugeltje te hangen. Maar toen had hij hem op een uitstekende steen gehangen. Ik denk, ach ja,
Dat ziet er zo wel aardig uit. Het is meer voor een architect natuurlijk, dat begrijp ik wel, als voor iets anders. Het ging net nog over verwarmen, koelen. Moet dat nou met een luchtwaterwarmtepomp of een bodemlus? Dat is een eeuwige discussie. En ik hou mijn hart vast als alles op een luchtwaterwarmtepomp gaat. En dat alles, de complete wijken, zeg maar, tegelijk die luchtwaterwarmtepomp aanschiet. Het zijn inefficiëntere warmtepompen. Ze zijn inderdaad goedkoper. Hè? Dus als je puur naar de investering kijkt. Maar als dat allemaal waar is, dan dat we alleen maar naar investeringen en terugverdientijd moeten kijken. Jan Verhoeven die gaf het al mooi aan. Maak het alsjeblieft goed. Hè? Misschien moet je beter iets investeren aan de voorkant. Waardoor je er later veel meer plezier van hebt. En een warmtepomp met aardwarmte, daar heb je gedurende de exploitatietijd gewoon heel veel meer plezier van. Meer comfort en een veel lager energieverbruik. En dat is eigenlijk omdat je in de zomer alleen maar het pompje, dus niet de warmtepomp, maar alleen maar het pompje hoeft te laten draaien die de energie uit de bodem ophaalt. En de COP, dat is eigenlijk de manier, hoe maak ik van een beetje energie heel veel energie, die is van een water-waterwarmtepomp ten opzichte van een luchtwaterwarmtepomp veel beter. Dus er wordt altijd gekeken naar de aanschafwaarde. Wacht dan even een jaar en bespaar nog wat energie en koop dan alsjeblieft iets met een bodemlusje. Je ziet u mijn installatie, daar zal ik wat op inzoomen. Het is op dat moment het meest minimale warmtepompje wat er was uit Nederland. Ik vind het onverantwoord dat wij grote vieze boten met vieze stookolie uit weet ik wel van landen hier naartoe laten varen. Dus dit ding komt gewoon uit Nederland, het is van Ito Daal erop. Ze hebben daar ook een grote schare mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat inspireerde mij enorm. En ik heb gezegd, nou, ik help jullie ook graag met de doorontwikkeling. De warmtepomp is inmiddels nog half zo groot, dus word ik steeds kleiner. Het boilervat is te groot, heb ik gemerkt, dus daar heb ik me in vergist. Ook met een waterbesparende douchekop ik denk dat ik aan de helft van het boilervat genoeg zou hebben gehad. We zijn maar met tweeën, dus dat zou ik de volgende keer anders doen. Hier hangt een warmte terugwin ventilatiesysteem, dus een grote kast waar ik lucht mee aanzuig van buiten. Nou, de winter, stel het is rond nul, dan zou je koude lucht naar binnen zuigen. Dat is ook wat, als je een mechanische ventilatiebox nu in je huis hebt met douwe luchtdoening, dan zuig je dus gewoon koude lucht door die douwe luchtdoening naar binnen. En die valt op de grond en dat voelt niet lekker. Maar met een WTW haal je dezelfde koude lucht naar binnen. Maar die wordt bijna 100%, ongeveer 96%, voorverwarmd met de energie die het apparaat haalt uit de lucht die je afzuigt. Dus die laat hij langs elkaar kruisen met een warmtewisselaar. Dit machine zorgt ervoor, eigenlijk in haar eentje al, dat de temperatuur in huis op niveau blijft. Mijn huis is heel goed geïsoleerd, maar ook heel goed tierdicht. Maakt ook dat we bijna geen energie verbruiken. En het warmtepompje heeft nog bijna niet gedraaid. Alleen de koeling van de zomer. En daar ben ik erg blij mee dat hij het ook goed deed. Hier links hangt de PV-omvormer. Die panelen liggen hier meteen boven. Ja, dus dit is alles wat het is. Volgende plaatje. Nou, dit is uiteindelijk toen geworden. Want je ziet, we hebben twee kleine elektrische auto's. Dus ik had voorheen een Renault Espace. Omdat ik zelf 2,2 meter ben, dus ik had daarom reed ik in een betrekkelijk grote auto. Ik hoef nergens voor een grote auto, maar dat was eigenlijk de reden. Deze kleine zwarte, die had ik al een jaar of 6. En ik merkte dat als ik thuis kwam en ik moest 's avonds nog naar klanten, dat ik altijd de Renault Zoe meenam. Dat zette me aan het denken van, joh, wil ik nou nog zo'n grote auto? Hè? Moet ik nou een Tesla Model X of een S of weet ik het allemaal wat? Ik schaam mezelf als ik met zo'n auto zo kom voorrijden bij klanten. Dus ik dacht, nou, doe dan maar moet toch naar iets anders op zoek. En toen kwam net een Renault, de vernieuwde variant, die kwam uit. En toen heb ik de garage gebeld. Ik zeg, hebben jullie die nog op voorraad? Ja, ze hadden zwarte, witte en een rode. Ik zei, nou, doe mij dan maar een rode. En die is vorig jaar geleverd. En ik ben er echt zielsgelukkig mee. Ik pas er prima in. Ik laat er mensen mee rijden. Ik geef ze gewoon de hele dag mee. Ik test hem, zeg maar. We kunnen op kantoor laden, daar hebben we forse zonnepaneleninstallaties liggen, een grote zonneveld. Ook op het dak bij ons kantoor, daar ligt veel geïnstalleerd vermogen. En wat ik nu zelf wil, is dat ik met deze auto, dat ik die s'avonds aan het huis koppel, dat ik het huis erop kan draaien en dat ik Tanja's auto, de auto van mijn vrouw, ermee kan laden. Dat ik dan de volgende dag weer kan laden als de zon op 12 uur staat, zeg maar, als er veel aanbod is.
weinig afname. Ik denk dat de prijzen richting negatief zullen gaan. Dus dan misschien ga ik wel betaald worden voor het laden van mijn auto. Het probleem is dat ik op dit moment niet mag terugleveren aan mijn huis. Dus wellicht heeft een van jullie daar nog een goede tip voor. Mijn huis vraagt zo verschrikkelijk weinig energie dat het prima kan. En dan kan ik de volgende dag nog steeds 200 kilometer rijden met die auto. En maar ik mag het nog niet. En dat vind ik zo vreemd. Dus misschien ga ik het wel een beetje illegaal doen. Ik ken iemand die dat in kan bouwen, zeg maar ik doe het liever lokaal. Nou, dit is dan uiteindelijk wat het geworden is. Dus je ziet veel natuurlijke materialen. Ook 's avonds. Dan zeggen mensen, ja, je bent toch zo energiebewust, waarom heb je 's avonds de lampjes aan? Ja, op een moment denk ik, als ik zo weinig verbruik, dan mag ik nog wel een klein mijn guilty pleasure hebben. We hebben veel rekening gehouden samen met, wat weet je hier, kan ik toch niet opkomen, Klaverblad, David de Leeuw. Wat voor een tuin leggen we aan, dat we ook zoveel mogelijk leven in de tuin krijgen, insecten en vogels. Je ziet hier al een vogelkastje ingemetseld. Nou, hier zien we de kabel terug, insecten, stenen. Hier vogelnestjes. Dat was heel mooi, we hadden net ons huis betrokken voordat corona kwam. Kort daarna werd het Pasen. Ik had niet verwacht dat we al bezoek zouden krijgen in de nestkasten. Maar in deze nestkast zijn al een 10 jonge mezen geboren en uitgevlogen. En het heeft echt fantastisch gefunctioneerd. En, ja, ze zitten zo op de muur dat we die vanuit die grote pui die hier links zit, dat we het goed kunnen zien. En dat is dan de achterzijde, waar hier de zonwering, zeg maar, boven die pergola ligt. Je ziet een beetje dichterbij. En hier zien we uit. Dus wat je ook ziet, zeg maar, is dat die zon maximaal, zeg maar, dat die de pui, dat je het binnen niet kan opwarmen. We hebben hier zonnebloemen groeien. Die drogen we en die hangen we op. Die zijn inmiddels opgehangen, zeg maar, aan de tuin, de vogels. En wat we ook gemaakt hebben is een gemixte haag. Dat noemen ze ook wel een Zeeuwse haag. Er staan allerlei groenblijvende haagachtige, waar voldoende eten in zit voor de vogels, waar vogels zich in kunnen nestelen. En die laten we prima groeien. Het is nou nog een klein beetje kaal, maar die groeit helemaal dicht. Dus ja, we zien ontzettend op heel veel plekken overal een dun gaaswerk waar klimop, hedera in groeit. Ja, dat is niet echt goed voor de biodiversiteit. Dus je moet toch wat proberen dat we ook in diversiteit aan planten gaan planten. Wat ook weer maakt dat dat weer goed is voor al het leven wat we hebben. Nou, een paar laatste plaatjes en dan zijn we rond. Dankjewel voor de aandacht. Dat heb ik toch snel gedaan volgens mij. Super, hartstikke goed verhaal. Toch ook weer een heel ander doorkijkje waarbij... ik ken jou natuurlijk ook van het filmpje rondom de Willem en de Zwijger. Dat je jou gevraagd was van we willen zoveel mogelijk. En dan heb jij maar één stand, dat is alles. Ik denk ook dat je met dezelfde overtuiging je eigen huis gebouwd hebt. Dus super inspirerend. Nou, er is er nog één, Paul. Ik woon hier in de wijk Dijkstraten en MGM... Die begonnen met die woningen te bouwen, ik denk bijna 10 jaar geleden. Ja. Toen waren we natuurlijk ook al druk met best duurzaam. En dan moet je als ontwikkelaar, dan wil je best extra investeren. Maar in Steekse Velden werden toen woningen nog gewoon met een gasketel en een MV-boxje gemaakt. Ze zijn toen wel zo stoer geweest om te zeggen, nou Harold, als je dan allemaal zo goed weet, dan help ons alsjeblieft bij de verkoop. Dan gaan wij 0 op de meter woningen bouwen, dus... Nou, wat je ziet is dat er hier echt een explosie van 0 op de meter woningen is. En dat de mensen, doordat ze in zo'n woning wonen... En dat zijn allemaal hele gewone mensen die echt niet bezig zijn met meterstanden en hepjes en ik weet niet wat. Gewoon gewone Nederlanders. En die wonen dan in zo'n huis en ineens zien ze dat wat het verschil is met hun vorige woningen. Dat ze ook echt heel veel financieel voordeel geven. Ik wou daar nog iets aan toevoegen. We hebben gelukkig de bank in ons midden. En ze doen allemaal hun best om verduurzamen en hypotheektarieven om die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ik keek net bij mijn bank, daar staat momenteel de 10-jaarsrente op 1,05%. Als je op deze manier bouwt, dus je moet wel aan voorwaarden voldoen. Wat we ook zien is dat de banken de neiging gaan krijgen, als je niet verduurzaamt, dus als je een hoger energielabel hebt, dat je gewoon meer rente gaat betalen op je financiering. En er komen steeds meer hele duurzame woningen op de markt. En dat zal ertoe leiden dat het denk ik een prijsgevolg heeft voor de bestaande woningvoorraad. En niet in positieve zin, maar in negatieve zin. Hè. Dus ik hoorde
Ik heb een paar keer het woord terugverdientijd horen vallen. Stop er alsjeblieft mee. Investeer goed in je woning om überhaupt je woning op waarde te houden. Want anders heb je geen terugverdientijd, maar een terugverliestijd. Dat is denk ik het woord wat we moeten gaan gebruiken. We moeten gaan voorkomen dat we een terugverliestijd op onze woning gaan krijgen. Sorry, misschien zijn er nog vragen. Zal ik eens meekijken? Ja, er was nog een vraag van Hetty over de zonnepanelen. Zit dat er nu ook op het verticale deel van je voorgevel of is dat niet gelukt? Nee, wat je ziet, ze gaan nog gemaakt worden, dus het is helemaal voorbereid. De zonnepaneeltjes zouden 2 van deze pannen vervangen, zo groot zijn ze. Maar die cellen die hebben een speciale maat, dus de modules zeg maar van het zonnepaneeltje zelf. De dragers die zijn er al, dus die liggen klaar in de fabriek. Maar de cellen erop, die worden op maat gemaakt. Dat is allemaal handwerk. En de fabrieken in China die zeiden, ja sorry jongens, maar we hebben zo'n achterstand. We hebben al stilgelegd gehad, dus die gaan we voorlopig niet maken. Gelukkig zijn er wat fabrieken in wording in Eindhoven, die op maat zonnepanelen gaan maken. Maar dat is ook pas in 2021, 2022, dat die in grote getalen aan de gang gaan. Dus, maar die gaan er vanzelf komen. En dan wil ik ze natuurlijk op mijn gevel hebben. Dus, tegen die tijd. Even kijken. Er is ook nog een vraag hier van Helene. Wat adviseer jij bij dakisolatie? Binnen of buiten aanbrengen? Ja. Als het kan buiten, dat is veruit het beste. Maar dat is ook meteen het meest ingrijpende. En waarom zeg ik aan de buitenzijde? Wat je vaak ziet is dat mensen aan de binnenzijde aftimmering hebben gemaakt, gipskarton, verlichting ingebouwd. En als je dat eraf gaat halen en dan van alles erin gaat bouwen, je verliest er ook wat ruimte door. Dus als je kunt aan de buitenzijde, wat je dan misschien in overweging hebt, ja de buren doen niet mee, hè, als die eraan vastzitten. Dan wordt mijn dak dikker. Nou, er zijn inmiddels echt wel mooie oplossingen voor dat je kunt zeggen, ik haal aan de buitenkant mijn dakbeschot eraf. Ik leg een hele goede dikke en pak... Ja, denk echt aan een RC, hè? Dus een isolerende waarde van op zijn minst 6. Ja, als je dan naar vraagt, luister niet naar partijen die zeggen, nou doe maar wat minder, hè? Want dat is voor hun vooral makkelijker. Het hoeft niet makkelijk te zijn, en besteed alsjeblieft echt die aandacht. Dus als het aan de buitenkant kan, doen. En anders doe je het aan de binnenkant, en dan ter dikte van je gordingen. En dat is toch al gauw ook een centimeter of 17, 18 of 20. En dan aftimmeren. Doe het dan met natuurlijke isolatiematerialen. Isoleren een klein beetje minder per dikte eenheid. Maar daarom zeg ik, pak de volledige dikte. Maar ze ademen. En dat gaat je echt heel veel plezier brengen. Vergelijk het met een regenpak als het regent. Hè, als je dat aantrekt, dan ga je zelf zweten. En dan is dat regenpak aan de binnenkant net zo nat als aan de buitenkant. Dus een ademende constructie. Dan slaat het vocht op een... koud oppervlak neer. En het koude oppervlak is dan het dakbeschot, het hout, aan de buitenzijde van de isolatie. Probeer het aan de buitenkant te maken. Is wat duurder, maar uiteindelijk echt veel beter voor je. Oké. Nou, de vragen blijven nog binnenstromen. We moeten maar even kijken hoe lang we aan vragen willen besteden. Verzamel ze anders en dan zal ik ze via mail of zo beantwoorden. Oké. Nou, we zullen deze nog eventjes doen. Wat is wat jou betreft op één na beste advies na de bodemwarmtepomp? Bijvoorbeeld als je niet bij je huis kan boren. Kozijnen vervangen en trippelglas plaatsen. En rondom het kozijn hele goede keerdichting maken. Dus, en in de kozijnen zelf, dus daar waar het draaideel zit, dat je daar tweevoudige of drievoudige keerdichting maakt. En doe het alsjeblieft met hout. Natuurlijk kan het ook gewoon in kunststof, er is ook niks mis mee. Maar plaats trippelglas en kierdichting. Geen ventilatieroosters, dus installeer daarbij een WTW ventilatieinstallatie. Dat vraagt allemaal aandacht. Je kunt het veelal zelf doen. Dat doen we inmiddels op veel plekken, ook met samen met woningcorporaties. En de huurders die varen daar echt ontzettend wel bij. Je comfort gaat enorm omhoog. En met name dat laatste, hè, want we praten allemaal over geld. Maar het feit dat je comfort enorm omhoog gaat. Als onze klanten klaar zijn, dan staan ze bijna te juichen van... Nou fijn, je hebt het vandaag allemaal gehoord bij de mensen die aan het woord zijn geweest. Dus na die aardwarmte is, denk ik, vervanging van je kozijn. Zet hem alsjeblieft meteen op één. En gewoon isoleren. Hè. Isoleren. En daarna isoleren.
Ik kreeg eigenlijk de indruk dat deze vraag overging een alternatief voor een andere warmtepomp. Oh, maar daar ben je niet voor, geloof ik. Als ik jou volgend jaar, want er is wel iets moois in wording. Aan de bronkant, de bronzijde, kan ik wel iets over vertellen. Dat doen we samen met een TNO-onderzoeker. Worden nu warmtepanelen ontwikkeld die in de gevel gemonteerd gaan worden. Dat zijn metalen panelen. En dat bron is dan de gevel. Ja, op, als, dan zul je vaak, als de zon schijnt, ook in de winter, dan voel je dat de gevel gewoon warm is. En dat maakt dat er een grote kans is. We hebben een proefopstelling gehad en die ziet er zeer beloftevol uit. En we gaan komende voorjaar in 3 woningen in Eindhoven gaan we het installeren en 3 woningen in Helmond. En dan gaan we een jaar test op draaien, meten. En ja, daar zit wel een serieuze kans in dat een succes gaat worden. Okay. Harold, er zijn van die panelen op het dak die datzelfde doen. Hè? Dan heb je achter zonnepanelen ook vloeistof die je afkoelt. Alleen het probleem daar was dat die een heel slecht temperatuurbereik hadden. Dus als het koud gaat worden, dan werkten ze niet meer. Ja, dus dat met, die, met deze metalen panelen, kun je daar wel de winter mee in? Ja, juist de winter mee in. Ja, het is niet te geloven, de onderzoeker is een bessenaar. Ik ken hem toevallig van vroeger, een hele pintere kerel. Ze hadden samen met AkzoNobel een nanodeeltje ontwikkeld om warmte in gevels te weren. Ja. En dat was natuurlijk bedoeld dat de woningen niet zo zouden opwarmen, zeg maar, omdat ze gekoeld moeten worden. Toen werd hij een keer 's nachts wakker en toen dacht hij, nou heb ik dat nanodeeltje, maar zou dat ook andersom werken, dat juist die energie kan oogsten. En daar heeft hij even op doorgepraktiseerd samen met AkzoNobel. En toen hebben ze ontdekt dat het niet zichtbare licht, en dus we hebben heel veel niet zichtbaar licht, en dat hoeft niet eens zonlicht, rechtstreeks zonlicht te zijn, dat kunnen ze oogsten. Het is echt verbazingwekkend en ik wil het beste, als we daar even de tijd voor vinden binnenkort een keer met Best Duurzaam een leuke avondsessie, ook via Zoom een keer aan wijden, dat jullie er wat meer inzicht in krijgen. Heeft een beloftevolle toekomst. Top. Ja, er komen nog steeds vragen binnen. Dat betekent dat je een heel inspirerend verhaal hebt gehouden. Ik weet nog, toen je mij adviseerde, moet ik kunststofkozijnen nemen of houten kozijnen. Toen zei je, joh, Paul, je moet houten kozijnen nemen. Want als je dan je voordeur een keer dicht slaat, dan hoor je ook een bang. En dan hoor je alleen maar een hele zachte klik. Dus er zijn ook nog andere motieven om houten kozijnen te nemen. Ik bedank jou. Ook voor jou ga ik weer, als jij de screensharing stopt, een polletje klaarzetten. Even kijken, relaunch polling, continue. Dan kunnen jullie nu ook de spreekbeurt van Harold beoordelen. Nou, ik zie al resultaten binnenkomen die onze technische commissie en anderen, zeker de mondhoeken doet krullen, want mensen willen er echt meer van weten. Ik ga even het polletje stoppen en jullie de resultaten delen. Niks te veel beloofd, hartstikke bedankt ook voor jou en noem maar even een virtueel staande ovatie in het scherm. Dankjewel Harold. Goed, komen wij zo'n beetje aan het einde van de dag. De evaluatie. Ook daarvoor heb ik een polletje voor jullie klaargezet. Launch polling. Zien jullie de poll? Ik kan niet klikken, Paul. Paul, ik kan niet klikken. Ja, dan zit je waarschijnlijk op internetverbinding en heb je niet Zoom gedownload. Nee, ik denk dat hij nog host is. Ik had dat er straks ook. Okay. Zou je die even willen aanpakken, Paul? Ja, ik ga jou even withdraw host. Maar ik zie nog geen stemmen binnenkomen, dus ik zal hem even opnieuw launchen. Relaunch polling, continue. Ja. Zien jullie er zijn best wel veel vragen, dus je moet ook naar beneden scrollen. Oké. Ja.
Oh, op zo'n manier. Sorry. Ik heb inderdaad meerdere vragen. Ja. Sorry. In de tussentijd dat iedereen bezig is met de poll in te vullen, kan ik ook wel even zeggen dat we hebben inderdaad alles opgenomen. En dat is straks allemaal via het YouTube-kanaal van Best Duurzaam, zeg ik dat goed zo, Paul, terug te zien is. Ja, ik weet nog niet of we die belofte helemaal waar kunnen maken. Nou, het zal niet helemaal zijn, maar in ieder geval de highlights. Want niet iedereen zal... een uur lang willen kijken, maar we willen wel de belangrijkste dingen terug laten komen. Ja,